Schat! Mama Riet, je kunt me niet vaak genoeg trouwen. Ik vind het zo enig als jullie een feestje hebben. Zo feestelijk. Echt. Zulke feesten vind je nergens. Moet je al die verrukkelijke dingen eens zien? Dat komt nooit op. Denk jij dat het opkomt? Als het opkomt, dan denkt mijn moeder dat het te weinig is. Dus moet er te veel zijn. Ik kan nog steeds geen eten weggooien. Gek, hè? Wat een rare dingen hou je toch over. Ik doe nu nog maar één keer in de week boodschappen. Dan koop ik wat ik voor elke dag nodig heb. Zo heb ik nooit restjes. Weet je dat ik me schuldig voel als ik iets moet weggooien? Wat een overdaad. Het heeft toch ook wel iets, hoor? Ja. Ja, Riet, gefeliciteerd. Vind je Nico niet een schat? Je zal nog eens zien wat een schat dat is. En weet je dat hij een hele goede dokter is? Je hoeft maar oud te zeggen en hij weet al waar het zit. Vind je dat geen heerlijk idee? Soms weet hij zelfs al waar het zit voor je een woord zegt. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Ik voel me net een prinses. Het is alsof de wereld voor me open gaat. Nee, als het de wereld voor me open barst. Kun je dat voorstellen? Ik breng iets prachtigs voor je mee van onze huwelijksreis. Wat wil jij hebben? Want ik krijg toch niet zo'n kind. Ik heb toch niks nodig? Dat weet je toch? Maar je kunt het maar beter zeggen, want iets wordt er toch. Nou, ik zal erover denken. Ik denk erover goed. Ik ben vorig jaar in Auschwitz geweest. Oh ja? Praat er maar niet over tegen mijn man. Verschrikkelijk. Onvoorstelbaar. Ja. Nee, ik heb het er met niemand over. Het is te erg. Ja. Ja. Tegen u durf ik het te zeggen. U kent het. Ja. Vindt u het pijnlijk om erover te praten? Nee, helemaal niet. Er was een hele groep Amerikaanse studenten toen ik er was. Die waren op een Holocaust Tour of Europe. Nou, die wisten helemaal niet wat ze zagen. Hadden er wel alles over gelezen natuurlijk. Maar ja, Amerika is toch altijd nog heel wat verder weg. Hier. Zit je er vlakbij? Nou, dat is toch anders. Children of survivors, zeiden ze. Op zoek naar het verleden van hun ouders. Survivor guilt. Heeft u dat nou ook? Ja, dat is misschien een beetje een rare vraag. Maar dat is toch iets wat ik me heel goed voor kan stellen. Dat je je namelijk schuldig voelt als je zoiets overleeft. Eigenlijk kan dat niet. Nou ja... Als u geen antwoord wilt geven, begrijp ik dat best, hoor. Maar aan de andere kant, je hoort ook zo... Hoe ziet dat eruit? Auschwitz? U bent er toch zelf geweest? Ja, maar ik bedoel in de zomer. Oh, ik was er in de herfst. Donkere wolken, dreiging. Nou, een verschrikkelijk onweer leek het wel. Maar het regende niet. Nou ja, niet erg in elk geval. Gelukkig maar. Vindt u het echt niet vervelend om erover te praten? Nee, god, nee. Helemaal niet, hoor. Nou, want je hoort juist altijd dat het vergeten van die tijd zo pijnlijk is. Dat het feit dat de jongere generatie er gewoon overheen leeft het nog erger maakt. Dat isolement. Nou ja, daarom ben ik er ook heen gegaan. Ik was het helemaal niet van plan. Maar ik was daar in de buurt. En toen werd het opeens net een... magneet. Ik kon er niet meer niet heen gaan. Ja. Zo ging het ons in de tijd ook. Kan ik iets te drinken voor je halen? En niemand wil erover praten.